Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 26 november. Maak je je zorgen? Ga bidden. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Wanneer je onder druk staat, is het altijd beter om ervoor te bidden in plaats van erover te praten. Gebed is de blauwdruk voor een succesvol leven. Tijdens zijn tijd op aarde bad Jezus. Hij vertrouwde alles aan God toe door gebed, zelfs zijn reputatie en leven. Wij kunnen datzelfde doen. We hoeven niet al onze problemen aan hem uit te leggen, we kunnen ze gewoon aan hem geven en hem vragen om voor alles te zorgen. Zorg dat je het bidden niet gecompliceerd maakt. Ik denk dat mensen vaak wachten totdat ze in staat zijn om stille tijd met God te hebben of naar de kerk gaan voordat ze echt kunnen bidden, zonder zich te beseffen dat ze altijd kunnen bidden. Heb vertrouwen in een eenvoudig, gelovig gebed en herinner je Paulus' instructies in Filippenzen 4, vers 6. In plaats van je ergens zorgen om te maken, bid ervoor en vraag om Gods hulp als je je in een moeilijke situatie bevindt. De Bijbel vertelt ons dat God getrouw is. Dat is één van zijn karaktereigenschappen. We kunnen op hem rekenen dat hij ons zal helpen als wij hem om zijn hulp vragen. We kunnen hem volledig vertrouwen. Als we dat doen, zullen we voor alles wat onze kant op komt voorbereid zijn. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik wil niet leven in bezorgdheid. In plaats daarvan besluit ik vandaag om er een gewoonte van te maken om altijd, waar dan ook, tot u te bidden. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website. Joyce-Meyer.nl